vol bij je wachten, geen kaal. Als het heeft wel energie, als vlinders in je buik. Het hoogtepunt zal rond 4 uur als ik mijn soepje ruik. Sjors, hey, heb je even een momentje om samen met mij rond de buik te zitten? Grandioos weer, een grandioze optocht. Carnaval kan wat jeugdcarnavalsgaaiik betreft eigenlijk niet meer stuk. Ik nodig jullie allemaal uit te luisteren naar de proclamatie van Prins Harm en Prinses Elke. Wij Prins Harm, de nurste, en Prinses Elke de nurste, het prinselijk paar van het centrum van het Moesland tot aan de uithoeken als de Noordhoekstraat, willen met onze adjudant, nacht, opperste raad van 11, Pupkes, de jeugdhofkapel en het ganse Moeslandse kinderrijk het volgende bekendmaken. Ten 11e, dat dit jaar prachtig is begonnen op het 11-11-bal in de grote feesttent op het plein. Ten 10e, dat we daar op een magische en spectaculaire manier zijn onthuld in het circus. Ten 9e, dat we toen nog best wel lang hebben moeten wachten tot het carnaval was. Ten 8e, maar dat we er daardoor nu allemaal extra veel zin in hebben, of niet dan? Ten 7e, dat er een hele hoop prachtige clubsjes zijn binnen de jeugdcarnaval. Ten 4e, dat we met deze dag weer enorm veel plezier zullen hebben in de Phoenix. Ten 3e, dat we met z'n allen doen met de Pupkes en jeugdhofkapel Toetemarennen. Ten 2e, dat we erg trots mogen zijn op het hele Moeslandse jeugdcarnaval. Met z'n allen. Ten 1e, dat we met elkaar ook na de carnaval nog veel schut blijven maken. Tenslotte, dat we hier met z'n allen weer een heel jaar naar hebben uitgekeken. En nu dan ook flink gaan vieren dat het weer carnaval is. Prins Harm de Nuste, pak heel veel schik. Je bent nou de baas over jeugdcarnaval in Schaaik. Veel plezier. En uiteraard zal ook Prins Arnold de proclamatie van de grote hier voorlezen. Prins Arnold de Nuste! Wij, Prins Arnold de Nuste, bij de gratie van het Moesvolk, vader van tweeën schoonkinder, groot geworden in de Bossenstroot, en een echte derdaler, legvlieger op het vliegveld, bijgestaan door mijn eigen prinseske als Peet, onze grote grootvast Leonard, opper Ruud, voorzitter Henk, de twee trouwadjudanten Lambert en Paul, de geweldige sfeermakers van de Hofkapel, de dansgarde en de heel rood van Elf, samen met ons eigen jeugdprinsenpaar, onze prins Harm en zijn prinseske Elke met hun gevolg, de jeugdhofkapel en die mooie huppepupjes. Wij verklaren hierbij. Ten eerste, 5 dagen feest met z'n allen. Dat is pas carnaval. Ten tweede, carnaval voor iedereen is en iedereen voor carnaval is. Ten derde,
Op Moesmondag wordt de grootste, de mooiste optocht door het Moesland trekt. Gemaakt door zijn Moeslandse clubjes en individuen. Ten vierde, zorgt dat uw gezicht 5 dagen lacht. Dat geeft u weer voor een onnieuwe kracht. Ten vijfde, de drank rijkelijk mag vloeien, maar gaat er niet mee lopen knoeien. Ten zesde, dat je gerust met deze dag met je kop in de wolken moet zijn. Ten zevende, dat je wel met buienbien op de grond blijft staan. Ten achtste, op zijn tijd goed drinken, anders gaat uw stem gruwelijk aardig klinken. Ten negende, we te voet gaan stappen en iedereen op tijd zal lappen. Ten tiende, jong en oud, rijk of arm, in het Moesland houden we elkaar allemaal warm. Ten elfde, geen appelke voor een dorst, maar boerenmoes met worst. Dank u wel. En de vlag van de grote stichting is ondertussen gehesen. Ik vraag prins Harm en prinses Elke, ons symbool van de jeugdcarnaval, ons eigen boerkemoes, nu te gaan onthullen. Want het publiek is massaal toegestroomd. Wij nodigen u uit bij de bierpomp. We nodigen de kinderen uit bij de cola kraam. En tot ziens op een van onze wals. La la la.